Dag kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we weer verder met de shotgun de week, dag 3. Zoals je ziet op de KSG met long barrel, quick handle, adjustable stock, flak jacket, lightweight, toughness en extreme conditioning. Geen lethals, geen tacticals, geen andere shizzle. Gewoon full rush, lekker alles op attachments en perks gegooid. UAV lightning strike en orbital VZ op demolition. Kijken of dit gaat lukken en hoe dit gaat lukken met de KSG. Ik ben benieuwd als er nog mensen komen. Ze zijn wel allemaal gejoined. Nou ja, prima. Kunnen we een stukje deze kant op? Ik hoor iemand hier. Nee, dat is mijn teammate. Ik vraag me af waar ze zijn. Of zijn ze met z'n allen daar? Nee, hitmarker. Helaas. Hitmarker nog steeds. Ik heb geen assist gekregen. Dus ik pak hem alsnog op. Heerlijk met de KSG. Kijken of we... Van deze afstand. Nee, ze zit op A. Sowieso gaat er hier eentje komen zo meteen. Ik had... hiervoor had ik... Oh, heerlijk. Nice. Dat is lekker. Nou, oh, jammer. Als ik 1 mm naar rechts ging... Had ik hem door zijn klerenkop geschoten. En hadden we hem... Ik hoorde hier iets... Nee, oké. Maar wat ik wilde zeggen is, hiervoor had ik een aflevering opgenomen van de Shotgun Week. En dan moet ik wel recht schieten. En hij was geniaal. Was lekker. Niet omdat de score zo mega beast of hoog was. Maar omdat alles gewoon... Het was gewoon verder een prima potje. Alleen in de laatste minuut glitste mijn fucking PC hem. Heb je een nieuwe PC, doet hij nog niet precies wat je wil. Het is de laatste tijd wel wat vaker dat het gebeurt. Ik weet niet waarom. Heerlijk, lekkere kill. Maar dat maakt op zich verder even niet uit. Oh, wat een prachtige kill, jongens. Die KSG is wel beast, hoor. Als je eenmaal een beetje kan richten met dat ding, dan kan je echt heel veel kills halen. En dan hier die. En dan word ik natuurlijk van een afstand geschoten vanuit de Zwarma-tent. We hebben alleen B nog, dus we moeten B verdedigen om te winnen. En dan staat er iemand in onze span. What the fuck? Met een... Ja. Fucking target finder. Ik hoop niet dat hij me gehoord heeft. Dan zit hij hierboven. En dan hier. No aiming. En bam, jongen. Die KSG die doet alles wat ik wil. En dat is niet erg. En hier nog eentje, jongens. Oh, oh. Wat prachtig. Giel die heeft zijn wapen gevonden. Hier gaan we. Oh nee, dat is niet goed geaimd. En dan ga ik gewoon dood. Omdat ik gewoon niet goed geaimd heb. En hij heeft een target finder. En met die target finder kan hij mij natuurlijk vinden. Heel makkelijk. Ook al zit er iemand in mijn team ook met een target finder LMG te schieten. Ik ga er in ieder geval uit dat het een target finder op die LMG is. En dan hier heb ik hem alsnog niks ervan dat jij mij neer gaat schieten. Ik ben gewoon fucking beest. En hier net niet. Oké, jammer. Hij heeft daar dus een tactical gelegd. Dat is ook best wel logisch, want we doen demolition en op demolition gebruikt bijna iedereen wel een tactical. Hij heeft me niet gezien, dus ik ga hem hier. En nee, ja, en no scope, motherfucking. Daar in een hoekje zit er nog eentje te campen. Met natuurlijk weer een kutwapen. Het maakt ook helemaal niet uit, jongens. Hier, daar zit hij weer en die pakken we gewoon op. Want dat kan ik gewoon met die KSG. En dan werd hij zit hier binnen met zijn tactical, daar zit hij. En huh? Ik dacht, hè? Oké, als jullie hem gezien hadden, zet dat dan eventjes neer in de comments. Want ik had hem dus niet gezien. We moeten nog steeds defenden. En daar ligt er eentje op de grond. We gaan 12 op 10. Terwijl er fucking nice kills komen. De hele tijd al. Dan vraag ik me af, hoe kan ik dan 10 keer doodgaan? Maar er zit er volgens mij eentje daar nog steeds in die tankstation. Of daar. En helaas, hij heeft een Remington. En die Remington die is net wat makkelijker om mee te aimen. En daardoor heeft hij mij gewoon net wat makkelijker dood eigenlijk. Zo simpel is het. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon kijken of die hier nog zit in zijn rug. Nee, dan gaan we naar het tankstation. Want ik wil die tactical, wil ik gewoon eigenlijk, wil ik gewoon blokken. En die is al weg. Nou, dat betekent dat er waarschijnlijk een EMP is gegooid. Dan gaan we hier achter hun rug proberen te komen. Nee, eerst hem. Want ik wist dat er eentje zou komen. Dat is best wel overduidelijk. Ik heb verder geen dexterity aanstaan. Die heb ik normaal wel op heel veel klasses. En die pakken we op. Let op die tactical. Nee, die missen we. Maar dat maakt niet uit. Hitmarker erop. Dat is wel een beetje balen. Nou, hij mist mij. Ik mis hem. Maakt niet uit. We pakken hier gewoon wat kills. En die pakken we ook op. Helaas staan er te veel mensen om gewoon echt een streak te beginnen. Ik zat wel bijna op mijn UAV. En dan denk je, what the fuck? Je hebt niet eens een UAV. Maar je moet even bedenken dat ik nu op dit moment
speel ik Demolition solo met de KSG. Niet de meest makkelijke handelbare wapen die er is. Ik doe het nog best netjes. What the fuck is dat? En dan nog eens solo. En dan nog eens full rushen. En dan nog eens een keertje live opnemen. Ja jongens, als je dit nog nooit gedaan hebt en je bent geen Jaraski, dan is het best lastig. En no hate to Jaraski, want Jaraski die doet het gewoon fucking goed live opnemen. En dan ook nog eens gewoon commentaten tegelijk. En fuck dit! Ik moet het allemaal nog een beetje doorhebben. En ik moet zeggen dat het best wel lekker gaat. Zo nu en dan een beetje kutpotjes. Maar ik vind live is live en ook kutpotjes moeten daarbij online komen. En dan ga ik hem snel proberen te diffusen. Nee, dat lukt niet. Want ik kon hem niet oppakken. Ik weet niet of het nou iemand anders hem oppakt. Pak iemand hem op. Ja, dan ga ik ze hier blokken. En hier dubbel kill. Heerlijk lekker kill. En een derde. Heerlijk, ik ga hem, jongen. Live hier op standoff. Staat er hier eentje boven. En die mis ik gewoon. En dan ga ik hier weg. Want ik weet dat ik hem niet zou pakken. 22-15 MVP, jongens. MVP op dit moment. Eerste ronde is voorbij. Kijken of we de tweede ronde ook zo hem kunnen gaan. 6 minuten ruim aan het spelen. Dat valt mee voor een demolition potje. Vaak is dat al wat langer. Maar ik ga ervan uit dat hij gewoon nog 6 minuten minimaal gaat duren. Dus het wordt dan wel een langere aflevering vandaag. Geen probleem, jongens. Die KSG die is beest. Die gaat echt heerlijk. Ik leef nog steeds en ik heb mijn UAV. En ik was hem aan het gaan. Dus kijken of we mijn lightning strike kunnen pakken. Dat zal nog zo'n 3 kills verder zijn, schat ik nu. Ik weet niet precies hoeveel kills hij heeft. Want ik speel eigenlijk altijd met de Orbital. En hier zitten er 2. En dan word ik... Oh, dit is wel heel mooi. Ook al ben ik geconcussioned. En ik zie daar iemand in de verte staan. Maar dat maakt niet uit. Want die gaan we gewoon hier... Nee, die ga ik niet hier pakken. Die wil ik hier van achter. En oh, ik pak wel die ene. Maar helaas geen collateral. Ik dacht, als ik nou die collateral kan pakken, dan is het gewoon heerlijk. Dan is het gewoon mooi. En daarboven zit er eentje met een LMG. Die wordt al gelukkig gekilled. Gaan we hierachter, want die tankstation die is heel belangrijk. Op het moment dat je deze kan houden met Demolition, als je hem hier kan blokken. Als je ze hier kan blokken, kan je heel makkelijk B pakken. En kan je eigenlijk, heb je vrij spel om die bom te planten. En dan kan je in ieder geval, heb je meer tijd om te winnen uiteindelijk. Maar we staan voor, oh, B wordt al ondertussen geplant. Dus dat betekent dat ik rustig aan kan doen en niet zo heel erg op de objective hoef te letten. Dat is wel heel erg lekker, want dan kan ik gewoon wat meer focussen op die KSG. Met die KSG kan ik hier deze kill bijvoorbeeld oppakken. Hierboven, en die pak ik gewoon op, want ik ben gewoon fucking snel. En weet je, het klinkt heel stom, maar op het moment als je beast gaat, als je lekker gaat en je hebt dat gevoel erin zitten. En dan kijk je zoals dat, dan pak je dit soort kills gewoon mee. En dan helaas heeft hij een sniper. En ik dacht dat die sniper... Oh, dat is een XPR. Ik dacht dat het een een ballista. En een ballista die was ook genervd. Maar die XPR die is natuurlijk niet genervd. Die kan nog steeds hartstikke snel schieten. En terwijl ik ondertussen zoveel aan de lullen ben, bemerk ik dat die bom gediffused is. Dus dan pak ik even target A op. Als ik niet met een... Ja. Een target finder LMG achter me had. Dan had ik hem gewoon kunnen planten. Jongens, waar gaat dit allemaal heen met Black Ops 2? Ik heb zo'n zin in Ghost. Hebben jullie zin in Ghost? Ik wel. En geen target finders meer. Geen quickscope dingetjes meer. En helaas, waarom pak ik die verder als ik gewoon 2 mensen links heb staan achter de ding? Ook was er eentje nog niet gespand. Jongens, ik heb het gevoel alsof ik zoveel aan het lullen ben en alsof ik veel te druk ben. Maar dat maakt niet uit, ik vind het lekker. Heerlijk lekker, een beetje een drukke ochtend. Want je weet, in het begin van de middag of de ochtend komt deze... fucking shotgun afleveringen online. En dan pakken we hem mee. En dan word ik gekilled omdat ik gehit was. Werd ik gekilled. Nou, ik dacht dat ik gekilled was door die bouncing bedding. Maar dat was een shotgun. Oké, dan neem ik mijn woorden terug. Gaan we hier even kijken of ze B niet oppakken. Nee, dat denk ik niet. Dan kunnen we ze hier gewoon vrij spel. En helaas pakt hij die met die XPR. Pakt hij me. In een one shot trouwens. Dus dat moet sowieso een headshot schouderachtig iets zijn geweest. Te grote afstand. En dan mis ik. En dan zit je er niet in. En je ziet het. Op het moment als ik gewoon dichtbij zit, weet je wel. Kan je gewoon rampage gaan. Kan je gewoon lekker gaan. Maar op het moment als je 1 of 2 schoten mist. Dan ga je twijfelen. En dan kom je er niet. En dan heeft iemand hier een LMG target finder. Ja, en dan kom je gewoon niet doorheen met zo'n KSG. Dan kan je ook wel bies gaan de hele tijd. Maar tegen een LMG target finder kom je toch niet op. Op het moment als zij met een achter zo'n tractor staan. Achter zo'n kutding. En dan een Remington naast me. Ja, dan lukt het niet.
En nu moet ik toch even alweer een paar kills gaan maken. Want ik begin weer naar die 1KD te gaan. En ik wil er toch wel boven blijven als het kan. En een hitmarker en de tweede die pak ik wel op. En dan hebben zij een fucking chopper. En dan krijg ik een fucking bericht van een of andere Brambo. Hoi Brambo. Nee, niet een of andere. Ik weet wel wie Brambo is. Ik ga hem zo meteen lezen. Nou, dan weet je dat. Hey, je zit nu in de video. En hier een fucking hitmarker en een kill. Kom omhoog, kom omhoog. Nee. Ik ga hier even rustig liggen. Net doen alsof ik dood ben. Kijken of het helpt. Nou, mijn teammate die heeft hem al gecleared voor me. Hier is verder niemand. Jawel, daar in het hoekje nog steeds. En natuurlijk weer met die target finder. En die target finder die is wel zuur. En die zorgt er dus voor dat nu uiteindelijk het geluid van deze fucking irritante spel gewoon wegvalt. En ik hoop niet dat het heel duidelijk is te horen in de commentary. Want dat zou verneukt zijn. Gewoon in één keer Black Ops 2. Dat is zoiets wat gewoon faalt bij Black Ops 2. Waarom staat daar een fucking Guardian? Dan ga ik even kijken of ik hier weg kan. En hier, die pak ik gewoon mee. Ik hoop dat mijn stem gewoon goed te horen is nog. En buskill, by the way. Dat is heel erg relaxed. En daar zit nog steeds die chopper. En waar werd ik door geraakt? Weer een Guardian. En dan heb ik geen EMP bij me om die Guardians gewoon te verneuken. Het klinkt wel heel raar. Commentator zonder gamegeluid. En ik moet er nu toch gaan opletten. Want we hebben nog 30 seconden, 35 seconden over om die bom te planten. 31 om 30. Ik ben echt de laatste paar minuten ben ik echt achteruit gegaan. Dat is wel heel erg helaas. Maar zij beginnen killstreaks te krijgen. En die target finder natuurlijk. Die target finder die verneukt het natuurlijk voor me. Ik kijk hier niet naar rechts, want ik durf niet te kijken. Ik smash die tactical insertion. Zodat ze niet achter me kunnen spawnen. En zodat zij niet zo snel naar die bom kunnen. Mochten wij hem gaan planten nog de komende paar seconden. En ik probeer deze te killen, maar het lukt niet. Ja, ik pak hem wel uiteindelijk op. En hij wordt geplant. Hij wordt geplant. Wordt die ga 5 seconden. Er zat iemand bij. Target A. Gaat hij om? Gaat hij om 2-1? Nee. We hebben deze ronde verloren. Dat betekent dat we overtime moeten hebben. En dat is het nadeel van Demolition. Dan zijn we 12 minuten bezig. Zoals ik zei, 6 minuten in de tweede ronde. En dan moeten we nog een ronde om te kijken wie deze ronde gaat winnen. Überhaupt 32 kills met de KSG vind ik niet heel slecht. Ook al ging de laatste 3-4 minuten zeker beneden maat vergeleken met de rest van het potje. Maar ja, dat krijg je ook op een moment als je 12 minuten aan het spelen bent. Dan is het gewoon op een gegeven moment lastig om gewoon eventjes die streak op te bouwen. Vooral als je solo speelt en je geluid die valt nog eens weg. Maar dat maakt niet uit jongens, we gaan gewoon verder. En ik wil hem wel winnen, maar ik ga hem hier achterlangs via die tankstation. Zoals ik net zei, op het moment dat je deze kan pakken hier zo. En je kan deze hier een beetje, dan heb je al een heel groot vrijbaan naar een gedeelte waar zij hier niet in je rug kunnen komen. Nou, we gaan hier voor proberen te komen, want hier staan ze sowieso, staat er één. En dan krijg ik een hitmarker en dan staan er 3 voor me. En dan helaas die hitmarker. Als ik die hitmarker niet had, dan had ik gewoon waarschijnlijk doorgedacht. En had ik naar de volgende gericht, had ik hem waarschijnlijk niet gehad. Maar dat maakt niet uit. Maar dan had ik in ieder geval hier die target finder. Ook al heb ik geen geluid. Oh. En ik ga deze eerst even rustig pakken. En een fucking... Ja, wat denk jij nou? Met je riot shield. Ja, kan wel. Hier. En... Oké, wacht. Ik ga deze tijd vernemen. Nee, niet genoeg tijd. Nee, dan pakken we die op. En dan moeten we hele vier weg. Ik heb maar 2 kogels. En die pakken we op. En die pakken we ook op. En dan gaan we even wachten. En dan pakken we die ook op. Want ik wist dat die daar zou spawnen. Dus dat is wel lekker. Dat is wel even een mooie trippel. Dat is een mooie trippel. En nee. Nee. Oké, ik moet weg. Die Guardian die heeft echt mijn leven gered daarentegen. Dus ik ga even hier op top green zitten. Want hier achter die barrel zit er eentje. Of daar bovenklimt er een. Krijg ik een hitmarker. Dan switch ik hem even door. Krijg ik weer een hitmarker. Omdat gewoon die afstand wat groter is. Heb ik een UAV. Ga ik even kijken of er hier niemand achter me komt. Want ik kan niks horen. Nee, ze spawnen hier allemaal. En ze gaan gewoon natuurlijk door. Pak ik die kill op. Pak ik die kill niet op. En dan ga ik weer achter me kijken. Want ik heb geen geluid. Nee, ze spawnen hier nog steeds via de radar. En dan hebben we gewonnen. 38-32. Het einde ging een stuk beter. Niet heel hoge streaks gehad. Maar het was zeker wel een leuke gameplay. Terwijl onze medespeler hier met de Target Finder LMG speelt. Want dat kan gewoon hier op Black Ops 2. Gratis en voor niks. Je hoeft er helemaal niks voor te doen. De Target Finder is voor iedereen beschikbaar. Vergeet alsjeblieft geen like voor deze live commentary. En morgen zie ik je weer met een nieuwe Shotgun Week. Dag nummer 4. En...